We zijn op visite bij burgemeester Van der Wouw, nog tot 1 juli burgemeester van Barendrecht. Klopt dat u bent tot 1 juli nog burgemeester? Ja, dat klopt. Ja. Of tot en met 1960 kun je ook verwijderen natuurlijk. Ja, u bent in 1989 bent u begonnen als, als burgemeester van Barendrecht. Ja. Waarom de keuze voor Barendrecht in die tijd? De belangrijkste reden is dat er überhaupt een vacature was. Ja. Dus als er een vacature is, dan wordt je aandacht ook getrokken door de publicatie dat er een vacature in Barendrecht is ontstaan. Helaas was de reden daartoe triest, maar hij was er wel. En dan ga je er zo over nadenken. Je zit al een geruime tijd in je huidige gemeente, toen voor had. Daar zat ik ook al 12, 13 jaar. En dan komt er toch een moment dat je zegt van ik wil eens een keer een nieuwe uitdaging aangaan. Dat is dan een cliché weliswaar, maar het is wel zo. En wanneer zo'n vacature in de krant komt te staan, in de Staatskrant, en dan ga je eens kijken en zeg je, nou, eens kijken hoe die gemeente eruit ziet. Je weet, als je solliciteert, dan loop je het risico dat je benoemd wordt. Dus dan moet je ook doorzetten ook. Ja. En dan moet je even weten waar je naartoe gaat. En dan heb je een globale indruk van de gemeente. Dat zag allemaal heel vriendelijk uit. Zichtbaar was ook dat de voorzieningen goed op peil waren, op sport, cultureel gebied enzovoort. Als je door de gemeente heen rijdt, dan zag je daar zeg maar, een beeld van, dat ziet allemaal goed uit hier. Ja, en dan kom je thuis en dan praat je er nog eens over. En op enig moment gaat de brief de deur met de postzegel erop en afwachten dan. Ja. Had u het idee in de tijd dat Barendrecht zo zou groeien? Nee. Toen ik bij mijn installatie heb ik in mijn toespraak geen woord gerept over Vinex, geen woord gerept over railinfrastructuur. En dat soort dingen meer. Die waren geen woord gehad over het duale stelsel of een gekozen burgemeester. Dat was toen niet aan de orde. Nee. Het was een gemeente toen met 20.000 inwoners. Krap aan, ja. Toen. En eigenlijk gewoon een best wel een behouden dorp. Ja, dat weet ik niet of zo'n behouden dorp was. In welke zin bedoelt u dat? Nou goed, toch wel een kern, zeg maar. Alles bij elkaar. Als je nu zo ziet van waar de burgemeester van, dan zijn er eigenlijk twee delen. Oh, in die zin bedoel je, ja, nou, kijk maar, als ik kijk naar Bijdorp, Nieuweland, Molenvliet, dat zijn toch totaal andere wijken dan Binnenland en Buitenoord of Oranjewijk. Ja. Ook daar zie je die verschillen wel. Maar het probleem natuurlijk met de Vinex-locatie is dat er een hele zware infrastructuur tussendoor loopt, de A29. En dat heeft eens op zichzelf natuurlijk een scheidende werking. Ja. Hij heeft wel goed gedaan, maar ik vind alleen dat hij zijn bouwburgemeester heeft. Hij heeft veel gebouwd. Ja, dat is van de Vinex. Maar ja, goed, dat is ook aangewezen. Dus ja, hij zal moeten. Maar ik vind het wel jammer. Bedankt door de minister in de tijd. Had u nog een speciaal doel met die benoeming? Of was er een speciale missie? Die ik van de minister meekreeg? Ja. Nee, want hij stond net op dat moment om afscheid te nemen van zijn departement omdat het kabinet opgehouden had te bestaan. Ja. Dus ik ben hem heel kort geweest. Wat voor verwachting had u van Barendrecht? Wat is er uitgekomen van die verwachting? Ja, toen had ik de verwachting van er is een gestade bouw. Een bouwproductie is er van een beperkte omvang. Nou, ik heb enige ervaring opgedaan in bouwgemeentes. Dus het tempo waarin hiertoe gebouwd werd was relatief laag. En ja, dan gaat dat zich verder ontwikkelen naar gemeentes over 4, 5, 26.000 zielen. En dat is het dan. Totdat zeg maar de opdracht kwam om met alvast waar samen 10.000 woningen er neer te zetten. Ja, wat is u, als we terugkijken de afgelopen 15 jaar, wat is nou een leuke ervaring, wat is een minder leuke ervaring die u heeft meegemaakt in Barendrecht? Ja, die minder leuke ervaring, die dat zijn droevige dingen die bij mensen gebeurd zijn in deze gemeenschap waar je mee te maken hebt gehad. Wat droevig denk je vaak aan leed. En leed is vaak erg persoonlijk. Kijk, als er een bepaald plannetje niet doorgaat, dan ben ik niet echt droevig. Dan vind ik dat vervelend, dan vind ik dat jammer. We hebben een snel aantal gewerkt, het gaat domweg niet door. Nou, dat is ook meestal een besluit dat de raad neemt en over en sluit. Maar dat noem ik geen droevig iets, dat gebeurt gewoon niet. Je kunt hooguit zeggen van wat is jammer dat het niet doorgegaan is. En een van de laatste dingen die ik graag had willen hebben, dat was dus de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, wat helaas financieel onhaalbaar is gebleken nu. Maar de volgende vraag zal ongetwijfeld zijn, wat is het hoogtepuntje? Dat is, en dan denk ik niet zozeer aan materiële dingen, als een winkelcentrum of de overkapping of zoveel woningen. Ik denk dat ik
redelijk tevreden ben over het feit dat wij met elkaar, al die jaren lang, met alle uitdagingen die op onze weg kwamen, met elkaar toch op een harmonieuze manier daar inhoud aan hebben gegeven. In de, zowel aan de besluitvormers, de voorbereiding en de uitvoering. En dat vind ik heel plezierig dat ik dat in mijn 15 jaar mogen meemaken. Ja. Hoe lang woont u al in Baarnhoek? Een jaartje of 12 of 13. Oh, dus ik heb burgemeester van de Wouw al een... ik hou me er niet zo in deze. Maar was de goede burgemeester van Baarnhoek? Volgens mij wel, ja. Ja? Gaat u een missie straks, als die met pensioen gaat? Ja, denk het wel. Er is nog een beetje commotie over natuurlijk, over de nieuwe, dus... Dus de oude gaat u zeker missen in ieder geval? Ja, denk het wel, ja. Oké, okay. Bedankt voor uw reactie. Is goed, oké. Okay. Jammer. Was de goede burgemeester van Baarnhoek? Een gezellige, leuke burgemeester. Oké. Okay. Ja, ze heeft geen kopje. Dus ik denk dat we de nieuwe maar de kans moeten geven. Maar als je maar niet zijn principes door onze strand wil duwen, dan komt het wel, denk ik. Oké, okay, bedankt. Ja? Okay. Als je terugkijkt op die 15 jaar, zijn er dan dingen die je liever anders had gedaan? Als je het nog een keer opnieuw zou mogen doen? Ja. Als ik toen wist wat ik nu weet als rijk word ik een kunst zijn mijn moeder altijd. Hè? Dus ik weet het niet. Je begint ergens aan, je begint de discussie, je begint het onderzoek, je begint de planvorming. En misschien zeg je achteraf, dan zou je eigenlijk concrete dingen moeten noemen. Hè? Als je zegt van, neem nou A, hoe hebben we A aangepakt en hoe is het uitgepakt. En als ik het nog eens een keer moet doen, heb ik dan... Op grond van de evaluatie van A, zal ik maar zeggen, is toen gebleken dat we bepaalde dingen of mensen in hadden moeten schakelen, organisaties meer aan het moeten betrekken erbij. Maar ja, dan moet je echt een concreet onderwerp hebben dat je zegt, nou, als je dat nou bij de kop neemt, dan hadden we het wellicht anders gedaan als we nu gedaan hebben. Wat is nou het leukste van een burgemeester zijn? Dat is de veelomvattendheid van het ambt. Dat is van de wieg tot het graf, van rouwen tot rouwen. En alles wat ertussen zit. Ja. En lintjes opknippen, is dat vervelend of is dat gewoon leuk? Nee hoor, dat gaat heel simpel. Daar heb je schaar voor en als die goed geslepen is, dan is dat het 50%. Ja. Maar het is niet het belangrijkste onderdeel van mijn werk, maar wel een leuk onderdeel. Ja. Omdat je mensen waar je dat lintje bij doorknipt aan plezier moet doen. Precies. Maar ook de mensen die zien heel vaak van speciale gelegenheden dat hij daar aanwezig bent. Maar het is heel moeilijk om in te schatten voor een inwoner van Baarnhoek wat een burgemeester nou doet helemaal. Ja, dan kan ze alle 40.000 hier op steeptouw nemen, maar ik verzeker dat de burgemeester meer doet dan het glas heffen, lintje doorknippen en hier en daar een keer een toespraak houden bij een opening of zo. Ja. Hier gebeurt het meeste in huis. En het gemeentehuis met de mensen die hier werken, met de mensen van buiten die zich tot je wenden, in regionaal verband. Ja, en de hoofdmoot is natuurlijk praten, vergaderen. Lijkt de burgemeester 24 uur per dag? Nee, maar hij is al 24 uur per dag burgemeester. Maar als ik slaap, dan ben ik wel burgemeester, maar ik werk op een andere manier dan. Ja, je kunt wel gewerkt worden natuurlijk s'nachts. Dat kan en dat gebeurt ook. Is dat niet zwaar dat je eigenlijk altijd aan het werk bent? Nou, het is een tweede natuur, om een voorbeeld te noemen. Als ik mij s'avonds omkleed en ik ga naar bed, dan leg ik mijn kleren nooit weg. Die liggen altijd stand-by dat ik er zo weer in kan schieten en weg kan rijden. En dat kun je zeggen, is overdreven misschien, maar ik vind het onhandig. Als ik s'nachts om 3 uur gebeld word of om 1 uur en ik moet gaan zoeken naar een paar sokken en een paar schoenen en een overhemd en zo. Dat, dus ik kruis morgens pas mijn spullen op die de was in moet om het zo maar uit te doen. De burgemeester van Barendrecht gaat eind deze maand met pensioen. Dat is bekend, ja. Ja. Vindt u het jammer? Dat hij weer, het was een goede burgemeester. Ja. Ja? En ook heel aanspreekbaar was hij. Ja, echt waar. Ja. Ik vond het een fijne man, maar trouwens, ik heb nooit eigenlijk. Kritische geluiden gehoord over deze man. Nee, want hij is nu 15 jaar burgemeester. Nou ja, de Ronald zegt er ook wel iets. Ja. Ja, echt een fijne man geweest. Ik hoop dat toch wel anders ook is. Uiteraard. De burgemeester van Baarnhoek gaat eind deze maand met pensioen. Oh jee. Gaan we hem missen in Baarnhoek? Nou, ik woon eigenlijk net in Barendrecht en ik weet niet eens wie de burgemeester is. Meneer, is dat erg? Meneer Van der Wouw is de... Meneer Van der Wouw. Nee, sorry meneer Van der Wouw, ik heb nog nooit van u gehoord. Oké. Okay. Erg, hè? Nou ja, maakt niet uit. Ja, sorry. Pensioen. Nou verandert uw leven totaal. Dat zal best wel wat veranderen, ja. U blijft al in Barendrecht wonen? Ik blijf in Barendrecht wonen. En we zullen ons moeten heroriënteren, zoals dat heet. En ik heb wel een paar dingen. Ik zit in 2 landelijke schoolbestuur van bijzonder onderwijs. Waar ik met de hand op mijn hart beloofd heb dat als ik weer pensioen ben, dat ik daar meer aandacht aan zal besteden en me daar meer mee bezig zal houden. Ja, en hier en daar hebben we wel eens mensen wat geroepen van als je met pensioen bent, dan moet ik ook eens een keer praten. Dus ik wacht even. Ja,
U heeft ook veel hobby's? Drie. Ik heb er drie. Dat is mijn gezin en mijn kleinkinderen. De tweede is golf en de derde is bridge. Oké. Okay. En sport, dat is golven dan? Ja, ik heb gekozen voor een aardig tegenwicht tussen denksport en lichamelijke inspanning. Nou, er zijn mensen die vinden golven geen lichamelijke inspanning, maar als je 4-5 uur op die golfbaan loopt, dan heb je toch een kilometer of 8-9 afgelegd. En dat is niet verkeerd voor je conditie in ieder geval. Ja. En dan de denksport bridge. Dan gaat u afscheid nemen van de inwoners van Barendrecht? Nee, hoe gaat van mijn ambt. Zegt u? Van mijn ambt, ik blijf inwoner van Barendrecht. Ja, maar... Als burgemeester neem ik afscheid. Als burgemeester neemt u afscheid, ja. Hoe gaat dat? Heel simpel. Je opent de raadsvergadering, je vraagt aan de plaatsvervangend voorzitter de vergadering verder bij wij als een ceremoniemeester, zeg maar. Nou, er wordt een KB van je ontslag wordt voorgelezen en dan krijg je een reeks toespraken en op het eind van de rit sluit ik de vergadering. Ja. Zo simpel gaat dat. De burgemeester van Barendrecht die gaat met pensioen. Ja, dat is fijn voor hem. Maar hoe heeft hij het gedaan in Barendrecht de afgelopen 15 jaar? Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Ik heb er weinig mee te maken gehad. Dus, was de goede burgemeester van Barendrecht? Dat kwam voor mij goed over. Voor de rest ken ik er weinig van zeggen. Nee. In 89 is burgemeester Van der Wouw gekomen hier in Barendrecht. Ja. Hij gaat nu met pensioen. Ja. Hoe heeft hij het gedaan de afgelopen 15 jaar? Ja, wel goed denk ik. Ja. U was wel tevreden met de burgemeester? Ja, ik heb er niet zoveel van te vinden. Maar, en ik heb er ook niet direct mee te maken gehad. Maar voor zover ik het heb begrepen, heeft hij het wel. Ja. Zit straks op uw stoel meneer Van Belzen. Heeft u al hem ingedrukt? Nee, ik heb hem wel gesproken. En laatst op het congres van de Verenigde Nederlandse Gemeenten, maar daarvoor heb ik hier een lunchafspraak met hem gehad. Ja, en dat is meer zijn algemeenheid. Leuk en kijk je er tegenaan. En, zo'n soort lunchgesprek bijeenkomst. Ja, maar het is niet zo dat je bepaalde dingen over moet dragen? Nee. Toen ik hier kwam viel er niks over te dragen, want mijn voorganger was helaas overleden. Dus je moet het hebben van de mensen in de bestuursvleugel, dus van de wethouders, dus gemeentesecretaris, tegenwoordig dan de griffier. En ja, in het beginfase moet je vooral investeren, denk ik, althans heb ik gedaan, gesprekken aanknopen met al de mensen die hier wat, ja, waar je wat van kunt leren om je weg te vinden. Ja, is het niet moeilijk als je straks inwoner van Barendrecht bent, dat ook bepaalde dingen signaleert, dat u daar geen zeggenschap meer over heeft? Nee, maar dan kom ik in de sfeer terecht wel bij vele mensen die afscheid hebben genomen van hun vak. Ik zou het wellicht anders of ook zo gedaan hebben, die discussie zullen we krijgen. En de mate de tijd verstrijkt zal ik minder gevraagd worden van hoe zou jij daar tegenaan gekeken hebben. Dat zal in het begin nog wel eens een keer gebeuren, denk ik. Net zoals in het begin nog wel mensen aanroepen met de burgemeester. En, ja, dat moet ook een andere naam krijgen, dat beestje. Maar ik heb niet het idee dat ik nou... ik zal het wel met meer interesse volgen dan denk ik de gemiddelde burger. Maar ja, dat doe ik ook met mijn vorige gemeentes. En zelfs als je nog wat leest over de KPN, ik ben vroeger het postkantoor in Eindhoven begonnen, heeft altijd ook speciale aandacht omdat je er ooit iets mee gehad hebt. Oké, bedankt voor dit gesprek en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel.